Hi, Waterman. Leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 37. En dat is van maandag 7 september tot en met zondag 13 september. Dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor de Waterman gaat brengen. Dan lijkt het Waterman alsof er deze week eigenlijk een aantal dingen gaan veranderen. Je hebt heel erg de neiging om alles naar je hand te willen zetten. En ik heb het gevoel dat je er nog voor een groot deel mee wegkomt ook. Het lijkt alsof er echt een heel veel beweging is. En of dat het een soort levensverliefdheid is of een echte daadwerkelijke verliefdheid. Er zit heel veel beweging in. Alleen ik heb het idee dat het eigenlijk van korte duur gaat zijn. Omdat je het juist zo aan het pushen ben, lijkt het alsof mensen daar in het begin heel erg mee meegaan. En of ze dat ook heel erg leuk en aardig vinden en er helemaal achter staan. Maar ik heb het idee dat je er net wat te snel overheen gaat, zodat het misschien toch wel wat moeilijk wordt voor de ander. En dat de ander op een gegeven moment toch aan gaat geven dat ze er niet helemaal in mee kunnen gaan. Of dat ze er misschien toch anders in staan, maar dat het gewoon eigenlijk veel te snel is gegaan. Dan kan je er best wel wat teleurgesteld in raken. Omdat je dan het idee hebt van, ja, maar jeetje, we hebben hier toch voor gekozen of we zijn dit toch gaan doen. Toch moet je er natuurlijk gewoon van genieten. Ook echt moet je blijven doen wat je wilt doen. Want je zit echt op het goede pad. Alleen ik zou zeggen, probeer het net iets langzamer te gaan brengen. Want niet iedereen kan er zo snel in meegaan zoals jij soms zo snel kan gaan denken. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.